Hey Marjolein, welkom. Leuk dat je wil vertellen hoe jouw reis gaat naar het online business expertschap. Marjolein, wil jij eens vertellen waar liep je in je huidige werksituatie tegenaan voordat jij de stap maakte om online business expert te worden? Voordat ik die keuze had gemaakt, had ik een meer dan fulltime baan als manager winkelautomatisering voor een grote retailer. En die uren waren dusdanig veel. Ik zat echt in de 80 uur per week, omdat ik ook heel veel moest reizen en dergelijke. En dat wilde ik eigenlijk niet meer. Dat was gewoon, het was een little bit too much van everything. Ik ben toen begonnen om rond te kijken van oké, wat is er dan digitaal mogelijk? Wat speelt er allemaal? En ik ben me echt gaan verdiepen in wat is er, wat doen mensen? En ja, het was echt, je zag echt dat er online gewoon zoveel mogelijk was, dat ik dacht van daar wil ik meer van weten. Ja, dus je hebt dan van tevoren had je een training gedaan in digitale marketing. Vooral omdat je de behoefte had om meer online te gaan werken. En zodoende ben je eigenlijk ook daarna gestuurd op het begrip online business expert. Ik kende het begrip toen nog niet, dus ik ging jou volgen en ik zag het daar meer ontstaan en begon ook te begrijpen wat dat ging inhouden en ja, wat je daarmee zou kunnen. En een van mijn basisdingen is dat ik heel graag locatie-onafhankelijk wil werken, dus ja, dat sprak mij wel enorm aan natuurlijk. Ja, precies. Want waarom is dat voor jou belangrijk, dat locatie onafhankelijk werken? Omdat ik een deel van de tijd vanuit Frankrijk wil gaan werken. Kijk, dus dan kun je meer gaan en staan waar je wil en werken eigenlijk waar Precies, je ik heb wil. de afgelopen periode heb ik dat al meer gedaan. En ja, je ziet dat de klanten het niet uitmaakt waar je bent. En je houdt contact via Skype, via Zoom, wat je wil. En ja, dat werkt eigenlijk fantastisch. En dat maakt online ondernemen wel echt heel super gaaf. Ja, kijk, want de grootste vraag van ondernemer is vaak, ze willen groeien. Hè? Online marketing is daar een heel groot onderdeel bij om in te zetten. En dat is ook waar jij je ook grotendeels op focust, hè? Om eigenlijk het bedrijf te laten groeien, kansen te pakken en kijken hoe kunnen we met behulp van onder andere online marketing dat gaan inzetten en Ja, bereiken. zeker. Ja, zeker. Vaak zijn ze toch op een bepaald niveau gekomen en dan weten ze het niet meer. En hoe kunnen ze daar doorheen breken? Ja, daar gaan wij mee meedenken en dan ja, kijken dat we dat toch kunnen bereiken. Ja, het is eigenlijk een soort van growth hacking, hè? Dus, ja. Ja. Wat hield jou in eerste instantie tegen om ja te zeggen, om eigenlijk daadwerkelijk die stap te maken richting het online business expertschap? Ja, toch weer nieuwe dingen gaan leren. En dat is spannend. Het is toch van oké, waar begin ik aan? Waar ga ik aan beginnen? En wat was jouw grote doel om te bereiken als online business expert? Wat wordt er dan voor jou mogelijk naast dat je online kan werken en vanuit Frankrijk kan werken en dat je ondernemers helpt om resultaten te bereiken? Is er nog iets anders belangrijks voor jou? Allround kennis. Allround kennis verzamelen om echt de ondernemer op alle vlakken te kunnen ondersteunen. Je bent expert op het gebied van ondernemen naast de ondernemer. Ja, online ondernemen. Want dat is vaak, ondernemers hebben vaak zelf de tijd en de kennis niet. Of om het bij te houden überhaupt, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, hè? En daar spring jij dus eigenlijk op in. Zij zijn echt bezig met hun bedrijf neer te zetten en de kennis die zij van hun, met hun passie vaak. En daar zijn ze heel erg mee bezig. En ze horen van iedereen, oh, maar dan moet je ook dit en dan moet je ook dat. En dan denken ze, moet ik dat allemaal? En wij kunnen vanuit onze rol als expert zijnde daar toch nuance in aanbrengen en uitkristalliseren wat is voor jou dan belangrijk in dit geval en waar kun jij uit kiezen om mee aan de slag te gaan. Ja, Dat precies. maakt het verschil. Ja, want waarom kiezen jouw klanten voor jou in plaats van voor een groot bedrijf die ze zou helpen daarbij? Persoonlijke aandacht. Ik doe op dit moment wel nog een stukje uitvoering en een stukje dan voor het meedenken en het uitwerken van de strategieën.
Dus dat zijn de combinaties. Ja, dus jij maakt de combinatie. En eigenlijk vul jij het gat in de markt in tussen meedenken in de strategie en ook daadwerkelijk zorgen dat het in de uitvoering gedaan wordt. Ja. Want daar ligt gewoon heel veel vraag. En daar zijn nog weinig mensen die daar eigenlijk op inspelen. En jij doet het niet alleen, want jij hebt ook nog een business partner. Klopt. Ja, met z'n tweeën. Ja, wij doen het met z'n tweeën. Wij vullen elkaar aan. Wij werken al heel lang samen. En wij vullen elkaar aan in kennis en kunde. Hij is man, dus we hebben ook de man-vrouw verhouding erin. En dat werkt altijd wel heel fijn om net even tot een standpunt te komen. Dat je zegt van, hé, hier is echt goed over nagedacht. En dat merken we wel bij de ondernemer, dat dat ook gewaardeerd wordt. Dat wij op die manier erin zitten. Dus ja. Ja, mooi. Ja, je kiest zelf wel hoe dat je het wil. Of dat je een eigen team opbouwt. Of dat je met het team van het klant werkt. Of helemaal alleen. Je kunt daarmee als online business expert alle kanten op. Hè? Zowel alleen coaching en advisering. Of ook een stuk uitvoering. Of hebben sommige klanten die inderdaad al wat mensen hebben voor andere onderdelen. Waar wij echt alleen maar voor het zichtbaar maken. Hè? Het meer zichtbaar maken. Hoe kan ik daar doorheen breken? En wat moet ik daar dan voor doen? Ja, dan zitten ze echt een beetje vast. Want ja. Hey, en aan wie zou jij het aanraden om ook te starten als online business expert? Als je bijvoorbeeld marketeer zou zijn en je wilt iets meer gaan betekenen voor een ondernemer. Hè? Dus je bent specialist op een onderdeel, maar je wil eigenlijk iets meer gaan betekenen voor een ondernemer. Door meer te weten over wat er speelt in ondernemerslandschap. Breder te kunnen kijken, dan is dit perfect. Als jij inderdaad als sparringpartner naast een ondernemer wil gaan staan op een breder vlak, dat zijn niet geen losse deeltjes. Of je doet het inderdaad met een team, of je neemt zelf die stap en gaat daar staan en gaat op die manier mee denken. Dus dat zijn de opties. En ik denk als expert zijnde, of als specialist zijnde in je vak en je pakt dit erbij, man, er gaat een wereld voor je open. Want het is gewoon echt... Ja, het is breed ondernemen. Dat is het mooie ervan. Het is gewoon breed ondernemen. En van alle onderdelen die... Het zijn puzzelstukjes die bij elkaar komen. En waardoor je ziet, oké, plaatje klopt nu. En dat kun je als expert zijn, dan kun je dat wel toevoegen. En als je maar alleen het marketinggedeelte pakt. Hè, of je pakt alleen het salesgedeelte. Dan mis je haakjes om het zeg maar goed te laten passen. Ja. Dus het heeft jou veel voldoening gebracht en maakt je ook heel erg gelukkig eigenlijk door deze van werken. Ja, het is echt een verrijking. Het is echt een verrijking. Mooi, mooi. Ja. Dankjewel voor het delen van je verhaal en je openhartigheid. Graag gedaan.